don't give up the fight for no reason but your own. I never said that the fight would be easy, because it won't. I will remember you and all that we've been through. There's no angel that can be more angel than you. I see you every night when your star is shining bright, and I cry and I smile. I wish you were here with me. Well, I am so proud to be your father. I'm so proud to be your mom. And I am so proud to be your brother. So may this be your song. Iedere week sterven er nog kinderen aan een energiestofwisselingsziekte. 30 kunstenaars zetten zich in voor de strijd tegen deze ziekte in The Dog Parade. Wij stellen er alvast 6 aan u voor. Nou, het relativeren van leed, dat gaat door middel van kleur. Ik maak heel kleurrijke werken, dat zou vrolijk kunnen overkomen. Maar er zit er meestal een duistere achtergrond achter. Het leven is niet alleen maar pret en lol. En andersom ook niet, het is niet alleen maar leed. Dus het relativeert, mijn werk relativeert die dingen allemaal. De oorsprong van de energie is dus de ruimte. En ja, dat wilde ik dus duidelijk maken in de hond. Het vestje van de hond, het jasje. Dat is dus het heelal. En dat is mijn ultieme teken van energie. Ik bedoel, dit is gewoon nodig. En vooral ook omdat het nog in een onderzoekstadium zit. Ik laat me inspireren door verhalen van alle dag. Ik verbeeld de tegenoverliggende wereld. Alles heeft zijn tegenovergestelde. Als er een Noordpool is, moet er een Zuidpool zijn. Dus Clemens Wiels heeft gelijk. Als wij bestaan, dan moet er een maatschappij daar tegenover bestaan. Als ik aan dit soort dingen meedoe, dan is voor mij altijd het criterium, het moet voor kinderen zijn. Kinderen zijn zo onschuldig. Toen ik deze hond zag, zag ik al die snelheidsbanen vormen. Dat maakt voor mij de energie die ik wil teruggeven aan Energy for All. Het is een klein hondje, maar hij ziet eruit als een leeuw en hij vecht ook zo hard. En dat staat eigenlijk precies voor iedereen die minder energie heeft dan dat wij allemaal hebben. Want deze mensen moeten ook met heel veel minder net zo hard proberen te gaan als wij. Dat mijn hond dadelijk geld ophaalt, zodat kinderen weer wat meer energie krijgen. En dat mijn hond op tour gaat met de andere honden van andere kunstenaars. Alle twee die dingen vind ik fantastisch. Dat is
Die hond is het symbool van Energy for All. Tevens biedt het dus bescherming aan degene die Energy for All heeft gesponsord. Want dat is degene die erin kruipt om naar zijn muziek te luisteren. Nou, het moet veilig, het moet eigen, het moet vertrouwd, het moet warm, het moet uitnodigend, het moet beschermend, het moet er voor je zijn. Ik begin te schilderen en dan creëer ik als het ware mijn eigen wereld. Ik had wel over nagedacht, wat is nu kenmerkend voor een hond? En een hond is trouw en waakzaam. En ik sta hier te schilderen in de Stopera en ik zie continu politieagenten langslopen. En in één keer wist ik, dit moet een Bobby worden. Kenmerkend voor mijn schilderen is de energie die erin zit. In een van mijn boeken heeft minister Bot een voorwoord geschreven en die heeft het als lyrisch expressionisme gedoopt. Ik weet wat het is om een kind te hebben, ja, om een kind te verliezen of een kind te hebben wat ziek is. Dat ik vind dat ik dan ook wel iets terug moet doen. En dan doe ik dat heel graag voor iets wat vooral met kinderen te maken heeft. Het gaat over liefde, het gaat over mensen die dus een probleem hebben met hun stofwisseling. Dus ik probeer hem toch een beetje zacht aardig te maken. Ik heb hem wit geschilderd en nu ga ik dus bepaalde delen bladgoud vergulden. En dat zijn dus echt de delen van de hond, zoals een mond, een oog, een poot die hij geeft, de staart die kwispelt. En natuurlijk als de beste energizer zijn geslachtsdeel. Ja, de medische industrie oogt als een oplossing voor problemen, maar het is uiteindelijk gewoon een geldkwestie. En als er maar 1000 patiënten zijn in Nederland, dan heeft de fabrikant zoiets van, nou, daar verdien ik niks aan. Dus bij deze medische wereld laat je mooie kanten zien. Deze kinderen hebben nog hoop. Hoop op een medicijn. En u kunt ze die hoop geven. Geniet. Bied op de beelden. En geef kinderen als Noah een toekomst. Mede namens Noah. Bedankt. Please don't give up the fight for no reason. But your own. I never said that the fight would be easy, because it won't. I will remember you and all that we've been through. There's no angel that can be more angel than you. I see you every night when your star is shining bright, and I cry and I smile, I wish you were here with me. Well, I am so proud to be your father. I'm so proud to be